Tijd voor NEC onder leiding van Johan Neeskens, waar echt iets op het spel staat. Deze Amsterdam Cup wedstrijd tegen de Treffers. Neeskens mist alleen Danny Hesp zijn aanvoerder vanwege een lichte knieblessure. Peters. Buitenling, geen overtreding van Koning. Paas van Latuheru, de Gier. En het schot, geen slecht schot van Ristov. De Macedoniër, Verhoeven en Ristov. Die een boete heeft gehad van trainer Neeskens na het incident met Cocu. Is goed van de Macedoniër, Ristov. Nou, nu trekken. Zonneveld. Nou, wie maakt het af? De Gier maait half over de bal heen. En dan uiteindelijk kan Sjaak Monsma de bal pakken. Eerste echte kans voor NEC in de 17e minuut. Verhoeven, Latuheru. Verhoeven moet zich nog haasten om die bal binnen te houden. Doet dat goed. Nu nog de goede voorzet. Nou, die is op maat. Overgejaagd door Anton Jansen. Tweede grote kans, NEC. De routinier mist. Kudde. Reumer. Mooie paas op Pusic. Paas was van Cornelissen. Pusic. En die scoort. De Treffers na 25 minuten op voorsprong. Doppen te maken, Marino Pusic. En dat is toch een verrassing. Hier in de Goffert. De ploeg uit Groesbeek voetbalt mee. Zoekt de aanval waar mogelijk. En dat resulteert in deze verrassende openingstreffer van de amateurs. Felibor Peters. Ja, die staat. Slaper wordt ook niet goed gecoacht. De Gier. Een overtreding van Peters. Vrijtrap. 2 meter buiten 16 meter gebied. Jansen en Koning staan klaar. Jansen schiet over. Willy Willems, trainer van de Treffers en voormalig speler van die ploeg. Hij speelde 13 jaar in het eerste. Ristov wordt niet bereikt. Ja, zo wel. Ristov. Buitenom. Ja, goede beweging, overtreding. Meter of 2 buiten 16 meter gebied. Jansen met de vrije trap en de bal net overgekopt door Jack de Gier. Wisselhof, Lauwe Cabessi, de Gier. Overleding van Cornelissen. Latuheru achter de bal, die kan mooi bij de tweede paal, bij Koning komen. Daar komt hij ook. Maar die komt voorlangs. Aan het begin van de tweede helft heeft Johan Neeskens ingegrepen. Patrick Aks komt in de ploeg voor Anton Jansen. NEC zet de Treffers vast. Patrick Aks, dat was een goede actie. Nu het schot. Het scheelt bijna niets. Prima. Actie van die invaller, die ook voor Jong Oranje geselecteerd is. De Gier. Ja, geen slechte paas op Aks. Patrick Aks heeft handige beweging in huis. Hij komt er vooralsnog niet langs. Want zijn voorzet is niet op maat, maar dan krijgt De Gier hem wel op een presenteerblaadje. Goed. Meegenomen en dan schiet hij millimeters langs de verkeerde kant van de paal voor NEC. Jack de Gier, dat had hem moeten zijn in de 11e minuut van de tweede helft. Gelijk maken. Dat was hem niet. Ristov. Latuheru. En dan is het de penalty. Naar de overtreding. Van Roel van de Boom. En die krijgt ook nog geel.
onbesuisde actie van die linker vleugelverdediger tegen Latuheru. Hij raakt hem inderdaad. De speler van NEC gaat gewillig tegen de grasmat. En dus krijgt NEC vanaf 11 meter de kans om op gelijke hoogte te komen. En dat doet hij. En zo is de score in ieder geval draaglijk. En kan NEC proberen in de laatste 20 minuten over de treffers heen te lopen. Goede. Die haalt uit met links. Niet ongevaarlijk. Gentenaar zit ertussen. Met Hansen. Nou, ik heb Wessie. De vier. Ja, laat hem heel handig lopen. Latuheru. Juicht hem over. Foulloze. Opening op de Gier. Monsma twijfelt, blijft staan. De Gier met de beslissing. Nee. Of toch? Nee. De verzorger houdt de bal uit het doel. En nu, wat gaat er hier gebeuren? Kijk eens naar de Gier. Die scoorde. En wat gebeurt er hier allemaal op het einde? De Gier is spitheet, want die bal ging er via Monsma in. Maar dan is daar die verzorger die de keeper van de treffers net behandeld had, die de bal uit het doel kopt. Hier nog een keer dat moment. Via de Gier en Monsma hobbelt de bal richting doel. Zou ook over de doellijn zijn gegaan. Maar daar is de verzorger van de treffers. En die voorkomt de 2-1 voorsprong voor NEC. We gaan verder met de scheidsrechtersbal. Hilariteit en consternatie in de Voffert. En dan gaat hij er alsnog in. En wint NEC met 2-1. Het doelpunt is van Peter Wisgelhof. En dat is gerechtigheid. Niet vanwege het getoonde spel, maar wel vanwege die koddige en rare actie van die verzorger. Want NEC krijgt toch nog waar het recht op heeft gezien die laatste situatie in de wedstrijd. Via Peter Wisgelhof wint NEC met heel veel pijn en moeite van de treffers.